Welkom bij aflevering 20 van Heinje. Ja, ik had weg Lieke, 0-1 winnen in Tilburg. 3 punten erbij en deze keer geen punten gestolen. De keihard voor elkaar te werken, kregen ze een goed resultaat. Compliment voor Hiballa, die had onze ploeg op tiet op de rails gekregen. Dat kun je van de NS niet zeggen. Favoriete speler, God. Groot, groter, groot. 1,93 meter en 93 kilo. Geweldig doelpunt. Uit de draai naar aangeven van Ferdy. Ook leuke acties gezien van Jordan. Die Jordan die kan ook lekker ballen. Als hij net zo goed wordt als die oude heer van hem. Wisten jullie dat hij in een klein dorpje in Zweden woonde? Er was s'avonds niks te doen, alleen de brievenbussen waren lopen. Mooi hoe de trainer omgaat met zijn doelpunten. Naar een doelpunt bespringt hij iedereen en viert het mee. Dat zie je geen ene trainer in de Eredivisie doen. Hosanna voor Hiballa. Uithangbord voor de club met het gezelligste stadion en het goedkoopste biertje. Zie je dat voor je? Breinburg in Los Angeles in de stad met een gids. Zet die gids. Dit is een wolkenkrabber. Zet hem eens aan. Zondag de koempels uit Kerkrade. Roda JC. Mijn werkers moet je niet onderschatten als ze boven de grond komen. Die trainer is een Griek van Roda. Anna staat die goed. En ze hebben ook een Griekse spits. Papa is ook goed. Roda kan ook nog wel wat geld gebruiken. Kunnen we storten op Giros. 5-5-5-5. Scheidsrechter Edwin van de Graaf. 33 jaar uit Voorburg. Volgens zijn vrouw gaat hij altijd fluitend de deur uit. In zijn vrije tijd is hij politieagent. Maar dat snap ik niet. Want vroeger konden jongens goed leren. Ja. Ik voorspel toch wel een 2-0 voor ons. Die lui moeten we toch kunnen pakken. Met zijn geweldige veurhoede. Die wij hebben. Toch jammer dat SJH na 95 jaar ook ophoudt te bestaan. Die hebben een hoop goede spelers vroeger naar NEC geleverd. Tini Verreken, Hans Verhagen, Benny Werts, Rijntje Bos en niet te vergeten Louis Schilder. Hou je en tot zondag.